Wanneer komt er groente en fruit uit de 3D-printer? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, we hebben dus een hamburger gemaakt. Dat is relatief makkelijk. Dat zijn allemaal kleine stukjes vlees. Die maken ze eigenlijk uit zichzelf, die cellen. Daar hoeven we heel weinig aan te doen. Maar we kunnen daarmee niet met hetzelfde principe kunnen we eigenlijk geen biefstuk maken. Waarom niet? Dat kan niet omdat ook buiten het lichaam cellen zuurstof nodig hebben en voedingsmiddelen nodig hebben. En dat krijgen ze niet als het een heel dik stuk is. Dan krijgen die binnenste cellen in zo'n biefstuk krijgen geen voedingsmiddelen en geen zuurstof. Daarom hebben u en ik bloedvaten om die zuurstof en die voedingsmiddelen naar alle gaatjes en hoekjes van ons lichaam te krijgen. En geen enkele cel in ons lichaam is verder verwijderd van een bloedvat dan ongeveer een halve millimeter. En sommige cellen, zoals onze hartcellen, die voortdurend arbeid moeten verrichten, zijn omringd door 5 bloedvaten. Dus we hebben een of ander systeem nodig waardoor we heel efficiënt zuurstof en voedingsmiddelen kunnen krijgen bij die spieren. Voor die hamburger was dat dus niet nodig, want die stukjes zijn zo klein dat gewoon via diffusie kan zuurstof en kunnen zuurstof en voedingsmiddelen daarin. Maar voor een biefstuk gaat dat niet. Goed, hoe kan je dat doen? Hoe kan je uiteindelijk zo'n stuk weefsel maken? Dat is dus een stuk ingewikkelder. Dan moet je eigenlijk meteen een soort van weefsel bouwen. Je moet meteen een volledige dikte bouwen met bloedvaten erin, met verschillende cellen erin, vet erin, bot misschien, zenuwweefsel, allerlei soorten weefsel moet je daarin bouwen. Nou, hoe kun je dat doen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Kun je heel ingewikkeld doen, laagje voor laagje. Dat filmpje is al begonnen, zie ik. Dit is een van de manieren waarop we denken dat we dat kunnen gaan maken. Dus we kunnen die bloedvaten maken. Die heb ik hier rood en blauw gekleurd. Daartussen zitten die spiercellen. Dat zijn van die samengevoegde cellen van een heleboel verschillende cellen. Die zitten daartussenin. En die wolkjes, dat is de gel waar ze in zitten. Dat kun je printen. Dat kun je met een 3D-printer kun je dat printen. Elk afzonderlijk onderdeel. Je kunt cellen printen, je kunt de gel printen, je kunt de buisjes kun je printen. En dan vervolgens kun je door dat, zeg maar, dat kunstmatige bloedvatensysteem kun je vloeistof laten lopen. Dat is deze vloeistof. Dit is dat beetje roosvisé-achtig spul. Daar zitten aminozuren in en suikers en alles wat cellen nodig hebben om te groeien. En die kun je daar doorheen pompen. Met een of andere pomp, bijvoorbeeld de pomp die door Charles Lindbergh al in 1930 of zo is ontwikkeld. Maar we hebben daar tegenwoordig ook modernere versies van. Die kun je daar doorheen pompen, waardoor je in feite een soort van orgaan aan het bouwen bent en aan het kweken bent. In Nederland zijn we daar redelijk ver mee. Wij zijn een van de weinige landen, dus TNO in Eindhoven, die zeer geavanceerde 3D-printing apparatuur heeft. En die hebben deze worteltjes gemaakt. Dat is nog geen vlees, maar dat zijn worteltjes. Zult zeggen van waarom zou je dat nou doen? Waarom zou je nou een wortel printen? We kunnen die toch gewoon uit de grond halen. En dat zijn hartstikke lekkere dingen. Waarom zou je die printen? Dat lijkt te duur en omslachtig. Maar er zijn vrij veel mensen die, hier zie je die wortel geprint worden. Het is eigenlijk een soort spuitkop. En het platform waarop die wortel ligt, die wordt steeds lager gelegd, waardoor er een 3D-structuur ontstaat. Eigenlijk het principe van een gewone 3D-printer. Die spuitkop die gaat heen en weer. Spuit wortelprut op die plaat. En dan, als de ene laag gelegd is, dan zakt het platform een beetje, wordt de volgende laag gelegd, zakt het platform weer een beetje, wordt de volgende laag gelegd. En zo gaat dat maar door totdat de wortel klaar is. Die is bijna klaar. En dan heb je zo'n hele wortel. En dan uiteindelijk doe je daar een klein stronkje groen aan. En dan ziet het er precies uit als een wortel.
Dus dat, ja, dat is het, zeg maar het eerste begin. En waarom zou je dat nou doen? Er zijn een flink aantal mensen in verzorgingstehuizen, zolang die er nog zijn, of in de thuiszorg, die geen gebit meer hebben of onvoldoende kracht hebben om te kauwen. En die afhankelijk zijn van vloeibaar voedsel. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar dan ben je na een week spuugzat. En dan wil je eigenlijk wel weer eens iets herkenbaars, een herkenbaar stukje voedsel eten. Groente of fruit of vlees of wat dan ook. En wat zij nou gedaan hebben, ze hebben de wortel nagemaakt, maar ze hebben dat, en dat is ook van wortelmateriaal, maar zo zacht dat je het eigenlijk gewoon tussen tong en gehemelte kunt samenknijpen. Dezelfde smaak hebt als wortel. En nog steeds het idee hebt dat je een wortel eet en niet een wortel drinkt. Dat is een groot verschil op een gegeven ogenblik. Dus dat is één toepassing. Zij zijn daar heel ver mee. Ze hebben heel geavanceerde apparatuur. Dit is een heel mooi ding. Dit is van plastic gemaakt. Dit is gewoon een van de 3D. Dit is uit één geheel gemaakt, uit één geheel geprint. Een of ander kadan ding. Ik zal het even rond laten gaan, maar je ziet wat voor een detail daar mogelijk is en wat daar technisch op dit moment kan met die 3D-printers. Dus op die manier kunnen we ook biefstuk maken. Dat, dus op de techniek die ik daar heb laten zien, dus je maakt die bloedvaten, je doet die cellen daartussen. Die cellen worden, dus hier, dit was één spuitkop, hè, maar je kunt zoveel spuitkoppen daar opzetten als je wil. Je kunt er 5 spuitkoppen opzetten. De een die legt eerst een laagje bloedvat, dan legt de ander een laagje cellen, een laagje gel op een andere plek. Daarboven weer een bloedvat. Zo kun je dat helemaal samenstellen. Wat van belang is, is dat dat bloedvatensysteem er is en voldoende vloeistof kan laten doorstromen door dat weefsel. En ook dat het natuurlijk voldoende doorlaatbaar is voor zuurstof en voor voedingsmiddelen, zodat die cellen ook daadwerkelijk gevoed worden. Maar wat ook van belang is, is dat die cellen in zo'n structuur nog steeds de mogelijkheid moeten hebben om samen te trekken en spanning op te bouwen. Dus die bloedvaten, die moeten meteen als een soort van ankerpunten fungeren, zodat die cellen daaraan kunnen trekken en spanning opbouwen, zodat ze voldoende eiwit maken en daadwerkelijk een biefstuk worden. Ik zeg bloedvaten, maar bloedvaten zijn eigenlijk hele ingewikkelde structuren om een lastige vloeistof zoals bloed door ons lijf te pompen. Bloed is een hele mooie vloeistof, maar tegelijkertijd ook lastig. Op het moment dat het in aanraking komt met iets anders dan onze bloedvaten, dan, wordt het, dan gaat het stollen. Dat merken we onmiddellijk. Hè. Als je een wondje hebt en het bloed wordt blootgesteld aan de buitenlucht, dan gaat het onmiddellijk stollen. Dus bloedvaten zijn hele ingewikkelde structuren om dat te doen. Wij denken dat voor die biefstuk we dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Bloedvaten proef je niet. Hè. Bloedvaten zie je ook nauwelijks. Af en toe zie je een stukje bloedvat in een biefstuk en dan snij je het er meteen vanaf, denk ik. Maar de alle kleine bloedvaatjes, die zie je niet. Bloed zit er ook bijna niet in biefstuk. Hè. Dat denkt u misschien wel. U denkt misschien dat die rode kleur van biefstuk van bloed komt. Dat is natuurlijk niet zo. Als je daar even wat langer over nadenkt, dan begrijp je dat dat niet zo is. Want een kippenbloed is ook rood. Maar kippenvlees niet. Dus dat is allemaal verbloed. Dat bloed is eruit. De kleur van vlees komt van een ander eiwit, genaamd myoglobine. Dat is een eiwit wat rood is, net als hemoglobine, als het in aanraking komt met zuurstof. En dat lijkt ook heel erg op dat eiwit. Wij zijn nu bezig met dat eiwit in die cellen te krijgen. Want dat kunnen ze gewoon zelf maken, dat is eigenlijk geen probleem. Maar dus die bloedvaten hebben we eigenlijk, denken wij, niet nodig voor de smaak. En we hebben ze ook niet nodig omdat we nou eenmaal geen bloed hebben in die kweek. Het zou kunnen zijn dat op een of andere manier toch die bloedvaten, met name die cellen, elkaar zo beïnvloeden. Cellen zijn altijd met elkaar in contact, hebben altijd, zijn altijd aan het coördineren, aan het praten met elkaar. Van als jij dit doet, dan doe ik dat en zus. En als ik wat meer ga samentrekken, dan wordt de spier een klein beetje kleiner. En als ik wat meer ga ontspannen, dan wordt de spier wat groter, doordat er misschien wat meer eiwit wordt gevormd. Dus het zou kunnen zijn dat die bloedvaten wel van belang zijn voor de kwaliteit van de biefstuk. En in dat geval moeten we bloedvaten maken.
Nou, toevallig 80% van mijn leven besteed ik aan het maken van bloedvaten. Dus wij komen daar uiteindelijk wel uit. En het is ook niet zo heel erg moeilijk om bloedvaten te maken. Maar het zijn wel uitdagingen voor de toekomst. Goed. Dat is mooi, het maken van biefstuk. Wij gaan er de komende 5 jaar aan werken. Dat is technisch natuurlijk ingewikkelder, dus dat gaat toch echt wel even wat langer duren dan die hamburger. Maar wij denken dat het kan. Als dat kan, is niet alleen maar een toepassing voor vlees, maar natuurlijk ook een toepassing in de geneeskunde. Wij kunnen nu kleine stukjes weefsel maken. We kunnen ze laag voor laag opbouwen. Dat is een andere techniek overigens. Je kunt op allerlei mogelijke manieren 3D weefsels opbouwen. Je kunt ook laag voor laag opbouwen. Dat werkt goed als je in die tussentijd tussen die lagen bloedvaten laat groeien. Dat is tamelijk arbeids- en tijdsintensief. Dus we zijn nu ook aan het kijken, en niet alleen wij, maar heel veel mensen in de wereld, of we met 3D printen organen kunnen printen. Leverweefsel kunnen printen, nierweefsel kunnen printen, hartweefsel kunnen printen. Met precies dezelfde techniek als waarmee we biefstuk willen printen. En als we dat kunnen, dan hebben we een enorme vooruitgang in de medische toepassingen hiervan. Goed. Wat overigens nu ook een ontwikkeling is, die wellicht, en ik heb daar al even eerder over gehad bij het maken van bloedvaten. Als je het zou zo kunnen zijn dat alleen het materiaal nodig is. Dat de cellen eigenlijk al het werk doen in het lichaam. Dus dat je alleen maar de matrix, zal ik maar zeggen, het gebouw moet maken, het fundament, en dat de cellen daar uiteindelijk allemaal ingroeien. Dat is waar nu ook aan gewerkt wordt. Daar wordt nu voornamelijk aan gewerkt door materiaal te nemen van levend weefsel, maar uiteindelijk kunnen we dat vervangen door gekweekt weefsel en alleen maar het materiaal implanteren. Daar worden nu al, dat is werk wat voornamelijk in New Haven gedaan wordt, zijn nu al longen van gemaakt. Dus je neemt een long, daar haal je alle cellen uit. Vervolgens implanteer je die in een, dit is nog een dierexperiment, implanteer je in een dier. Daar groeien weer allemaal nieuwe cellen in die long en dat wordt weer een soort van long. Dus kennelijk, het idee is nu dat die architectuur, dat bouwwerk, dat raamwerk voldoende is om zo'n heel orgaan te laten groeien. Iets soortgelijks gebeurt in spieren. Dus het is mogelijk dat we alleen maar met de 3D-printer uiteindelijk die materialen printen en dat die hele architectuur printen en het lichaam eigenlijk zijn werk laat doen. Dus in die weefsel-engineering, in die tissue-engineering, zijn heel veel technologieën die daar samenkomen, printtechnologieën, kweektechnologieën, die het mogelijk maken om geavanceerde medische toepassingen uiteindelijk te realiseren. Ze zijn mogelijk voor het maken van voedsel. En de medische toepassingen, zoals ik al zei, zijn ingewikkelder dan de voedseltoepassingen. De medische toepassingen moeten functioneren, moeten geaccepteerd worden door het lichaam. De voedseltoepassingen moeten we alleen maar opeten en moeten we lekker vinden. Maar deze technologieën, in mijn vaste overtuiging, leiden tot goede medische toepassingen. En ik denk, daar waar ze niet tot goede medische toepassingen leiden, ze in ieder geval tot goede toepassingen leiden voor onze voedselvoorziening, die precair is en precair gaat worden in de komende 40 jaar. En daarmee hoop ik dat ik de droom, of dat wij, de droom van Churchill in 1932 en meneer Van Eelen in de afgelopen 40 jaar waar kunnen maken. Dank jullie wel.